Hoe gaan mensen in de toekomst samenleven? Wel, we hebben met een werkgroep van Metaforum daarover nagedacht. Metaforum is de interdisciplinaire denktank van de KU Leuven. Dus dat is een plek waar we met mensen uit verschillende faculteiten samenkomen om na te denken over van alles en nog wat. Dus naar aanleiding van het Utopiajaar hebben wij zo'n werkgroep gemaakt rond de toekomst van de stad. We wouden een ideale stad bedenken in een ideale wereld. Dus we wouden ons voorstellen hoe zou Leuven er binnen 100 jaar kunnen uitzien, 2116, als die ideale wereld werkelijkheid wordt. Concreet hebben we dat vertaald voor Leuven, dat Leuven eigenlijk zeer sterk zou moeten verdichten. Dat we dus er zouden in moeten slagen de komende 100 jaar van een groot deel van de verkavelingen die zich rond Leuven, zoals rond elke Vlaamse stad, die zich rond Leuven hebben gerealiseerd, om die eigenlijk af te bouwen. We nemen een veel te groot oppervlakte in met onze woningen, met onze ecologische footprint sowieso ook. En dus een van de manieren om daar tegenin te gaan is veel dichter bij elkaar gaan wonen. Betekent ook dat je veel minder transportnood hebt. Het betekent ook dat je een heel aantal dingen veel beter kan organiseren, ziekenzorg bijvoorbeeld. Er zijn heel veel voordelen aan om dat te doen. En wij denken dus ons een Leuven in dat de hoogte ingroeit in plaats van de breedte. Leuven blijft groeien, maar gaat omhoog. Mensen gaan eigenlijk individueel minder woonoppervlakte hebben. Kleiner gaan wonen. Ik weet dat dat niet zo leuk klinkt, maar dat is deel van het verhaal. En eigenlijk gaan we een vorm van co-housing hebben, veel uitgebreider dan vandaag de dag het geval is. Dus dat betekent dat je eigenlijk de gezinswoning of de woning die je met een huishouden hebt is veel kleiner en je deelt eigenlijk dingen zoals wasruimte, bergruimtes, logeerkamers enzovoort. Dus in die zin zouden we naar een stad gaan waar je ook bijzonder weinig verkeer zou hebben. Binnen de ring denken wij dan geen wagens meer, geen bussen meer. We zouden ook, dat is allemaal onderdeel van die utopie, energie en met name ook olie, voor zover dat nog gebruikt wordt, maar energie zou stukken duurder zijn dan het vandaag is. Met als gevolg dat je eigenlijk ook wat de landbouw betreft bijvoorbeeld, dat je dan veel meer naar korte ketenlandbouw gaat, naar lokale productie gaat. Omdat het boontjes invoeren uit Kenia wordt verschrikkelijk duur. Dus onze eigen boontjes worden veel competitiever in dat verhaal. Dus zo hangen er heel veel dingen met elkaar samen. En we hebben geprobeerd van dat op zo'n manier uit te tekenen dat daar een beeld van komt. Als we effectief ernstig zijn wat betreft ecologisch evenwicht en wereldwijde solidariteit, wat betekent dat dan concreet voor een stad als Leuven? Het is geen verhaal, denk ik, dat iedereen even graag zal horen, maar we wouden ons eigen uitgangspunt ernstig nemen. En dus is dat voor ons, mensen van de werkgroep, wel degelijk een na te streven ideaalbeeld, ook al zijn er nog heel veel haken en ogen aan, dat beseffen we zelf ook wel.